sta hier bij een prachtige Mespelus germanica. En we hebben geluk, want de laatste beetjes bloei zijn nog zichtbaar. Beetje wit, crème, gelig. Deze plant is door de Romeinen naar hier gebracht, naar de Lage Landen. En inmiddels ingeburgerd als een inheemse plant. Boom, moet ik zeggen. Deze vorm speciaal is meerstammig, schermvormig. En juist die vorm leent zich ontzettend goed voor in bomen en bakken. Net zoals de Xanthoxylum is de Mespelus germanica ook weer een plant die niet alleen bloei brengt en daarmee een draagplant is voor bijen, maar ook nog een vrucht geeft. De vrucht kun je eten op het moment dat er een klein beetje vorst overheen geweest is. Daar komt natuurlijk ook het spreekwoord vandaan, zo rot als een mespel. Maar op het moment dat ze echt vergist zijn, moet je ze niet meer eten. Hij heeft van nature een prachtig mooie champignonvorm, noem ik dat. Waardoor je mooi op kunt knippen. Ook uiterst geschikt voor op daktuinen concepten. Een hele leuke en misschien wel vergeten plant die meer toegepast kan worden. Als we oude exemplaren willen vinden, zien we nog wel eens in oostelijk Nederland of in kloostertuinen. Daar kunnen we nog mooie oude exemplaren tegenkomen.